Lars, een uh, punt in eigen huis tegen Feyenoord. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, ik denk het was echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Uh, het ging uh, up en uh, Helaas hebben we niet gewonnen, maar uh, ik denk als je echt realistisch naar die hele wedstrijd kijkt, was een 1-1 uh, uh, goed. Voor, uh, niet goed voor iedereen, maar het was wel uh, die uitslag die het, die het juist uh, beschrijft hoe die wedstrijd was. Zijn dit nou de wedstrijden waardoor het voetballen zijn nog leuker is? Ja, ik vond het echt een, een super wedstrijd. Uh, ik kon een paar reddingen verrichten. Uh, die jongens hebben echt, echt hard gewerkt. Uh, en uh, ja, dat laat ook weer zien dat we goed bezig zijn. Dat we tegen, tegen Feyenoord gewoon makkelijk mee kunnen. Ja, makkelijk, maar we kunnen, kunnen zeker mee. En uh, ja, dat is mooi om te zien. Ja, het was eigenlijk een soort test om te kijken uh, hoe jullie staan ten opzichte van Feyenoord. Zijn jullie geslaagd? Uh, ja we staan gewoon goed dat was wel uh, een wedstrijd waar je ziet uh, dat we met de hele hele club de hele team zijn we gewoon bezig met iets wat wat gewoon goed is en wat gewoon werkt en uh, ja dat was weer mooi om om te zien wat je zegt uh, qua spelverhouding is een punt terecht ben je ook tevreden ja tevreden ben ik als we als we winnen uh, maar ja met met die 1-1 kan ik wel leven zeggen we maar zo <laughs> Je blijft ongeslagen in eigen huis. Doet dat toch wel met de, met de spelers? Ja, tuurlijk. Uh, als je weet, oké, okay, je hebt thuis nog nooit verloren, dan heb je meteen uh, bij de volgende wedstrijd weer meer, meer zelfvertrouwen. En je weet, oké, okay, hier kunnen we, kunnen we iedereen pakken. En ja, dat is mooi om te weten. Top, dankjewel.